ken je toe? Vandaag, 19 juli 2017. Oftewel de eerste hondsdag. En, ja, of dat maar waar is, weet ik niet. Maar de eerste hondsdag, hoe de eerste hondsdag, hoe de hondsdagen heen gaat, ga je er ook weer uit. Ik weet het ook niet. Maar vandaag wordt het bloedje heet. Vanavond zware onweersbuien voorspeld. Ik weet niet of dat maar gaat gebeuren. Ik denk het wel, maar het is nu al benauwd. Want het is nu, even kijken, 11:15. 11:15 ochtends en het is nu al niet meer te harden van de hitte. En zo denken onze dames er ook over. Die konden vannacht, nou, een uur of 5, konden ze naar buiten toe. Die mogen met een GR-robot, daarin staat hij. En even kijken, ik zal even proberen te zoomen. Nee, daar niet. Geen strategie, ja. Er zit een driewegpoort achter. De eerste koe die na, dus vanmorgen 5 uur komt, die wordt naar buiten toegeleid. Tot vanmiddag, ik geloof dat hij nou op 1 uur staat. 1 uur half 2, zoiets. En dan leiden de koeien weer naar binnen toe. Ze kunnen door, als je kijkt, boven de robot zie je nog een gat. Dat is een deur, daar gaan ze naar de buiten. En die deur gaan ze weer naar binnen. Er zit een klaphekje voor, een Texas hekje. Dat zorgt ervoor dat de koeien daardoor niet weer naar buiten kunnen. Dus ze lopen het klaphekje en dan kunnen ze er niet meer uit. Dat dwingt de koe, als hij dus naar buiten wil, dwingt hij om weer door de robot te lopen. Dat is het idee. Nou, ze lopen hier pal achter de stal, zoals je ziet. Maar goed, de dames zijn zat, zijn met warm. En de meeste koeien zijn al binnen. En aangezien een koe een kuddedier is en dan weer eentje begint te lopen, dan gaan ze allemaal naar binnen toe. Ik heb de koeien alvast gevoerd. Niet helemaal de volle mep. Puur omdat het dus de eerste hondsdag is en benauwd is en dus erg bederfelijk weer is. Dus het koe bederft heel snel. Wij voeren hier een mengsel van... Hallo dames. Een mengsel van keulvoer, opgeraapt keulvoer en die scratchmais. Nou, het had misschien een beetje water doorgekund, want zoals je ziet, dat fijne poeier, daar is het. De geplette tarwe en het, de blend, de soja blend, de sojaschroot blend, die ik erbij voer. En die valt er eigenlijk een beetje tussen weg. Maar goed, water erdoor, water en warmte. Trek vliegen aan en vliegen die zorgen gewoon voor dat het heel, heel snel bederft. Dus dat waren we dus niet van plan. Vandaar dus niet doen. Wat we er extra nog bij voeren, daar is natrium bicarbonaat. En de naam zegt het al, natrium is zout. Door dat zout krijgen ze meer dorst, gaan ze meer drinken, koelen ze beter af met deze warmte. Dat is het idee erachter. En het bicarbonaat zorgt ervoor dat ze dus beter herkauwen. En herkauwing geeft ook koelte of drijft warmte af. Dat is het eigenlijk meer. Nou goed, de dames zijn al binnen. Ze hebben de buitenhebst al gezien. Dus, nou ja. Nu weten jullie dus de hittestress voorkomen. Koeien naar binnen. Zoals ik al zei, hittestress voorkomen. Koeien naar binnen. Vind je mijn filmpjes leuk? Dan like, reageer en abonneer. Voor meer.